Hallo allemaal, welkom bij Scheldemondig. Mijn naam is Sophie Gilliam en ik mag deze bijzondere aflevering presenteren. Want tijdens deze aflevering hebben wij de rollen omgedraaid. Jan Ribbes zit voor mij. Jan, wij kennen elkaar ondertussen een jaar. Onze wegen hebben elkaar op verschillende manieren gekruist. En vanavond draaien wij de rollen om. Fantastisch. Jan, vertel je eens even, wie ben jij? Ja, ik ben Jan Ribbes dus, geboren in West-Brabant. En in het mooie pittoreske dorpje Hoeven. Dus als iedereen langskomt, dan zeg ik Hoeven, oh even. Als bij een gezin van 11 kinderen. En ik had 9 zussen en 1 broer, dus we waren met z'n 11. En ik ben geboren op de Goudbloemsterdijk 11 in Hoeven. En jij was de jongste thuis? Nee, ik was de 7e. De 7e van En toevallig was het huis nummer 11, dat was vroeger F7. Ja, want het was wijken, dat was het F. Ja. Ja. Jan, wij gaan het bij deze aflevering hebben over jouw passie. Passie voor Schelde Stories. Ik begreep dat dat al van jongs af in erin zat, om verhalen te vertellen. Ja, dat komt omdat ik met 9 zussen opgegroeid ben op die boerderij en 1 broer. En altijd was ik het energieke manneke. En dan begon ik mijn zussen te plagen en dan zei mijn vader en moeder, pak de verkleedkist maar. En dan begon ik mijn zusjes te entertainen. En mijn broer die hield het allemaal heel rustig en ik een hoop toestanden erin. Nou, en wij mochten allemaal studeren. Dus toen ging ik naar de HBS in Oudenbosch. En die hadden ontzettend goede docenten. Want de helft waren interne van de HBS, Internaat Saint-Louis. En de geschiedenisleraar, de aardeskundeleraar, die konden een verhaal vertellen van begin tot eind. En toen ben ik eindelijk daaraan begonnen. En ook zei de directeur, toen ik in de 4e klas van de HBS zat, Jan, jij moet met het toneelstuk meedoen. En ik was de gendarme in dat Franse toneelstuk. Ja, dat was gewoon in het Nederlands. En dan weet ik nog goed wat de eerste zin was wat ik moest zeggen. Want er zaten 2 jongens, of 1 jongen en 1 meisje, in zo'n park, zogenaamd op het toneel. Er zaten al die leerlingen. En dan moest ik van de coulissen opkomen, midden op het toneel staan. En dan zeg ik, zitten de duiven weer te koeren? En heel die zaal lag plat en sindsdien hebben daar virus opgedaan van toneelspelen. En zo is het gekomen eigenlijk. Dus je bent al vroeg ontdekt, Jan. En hoe kom je dan in Zuid-Vlaanderen terecht? Nou, dat is via de nauw. Dus ik ben chemisch en natuurkundig ingenieur geworden. Een militaire dienst gedaan. En toen ben ik bij Douw Botleg gaan werken. In 1976, maar in 1982 ben ik overgeplaatst naar Douw Benelux. Maar omdat wij uit Brabant komen, vlakbij de boot van Kruiningen naar Perkpolder, hebben wij natuurlijk Hulst gekozen. En dat zie je achter mij. Ja, toen voor de boot nog, hè? Ja, tot 2003, hè? Ja. Maart. Ja. Ik heb trouwens de laatste boot gedaan. En met mijn fietsvrienden. En dat was Quasimodo, die kom je hier ook tegen. Vanuit Parijs gefietst en zo. Ja. Dus hele verhalen zijn er, ja. En hebben ze jou bij Douw ook ontdekt? Ik hoorde iets over een filmpje wat je daar hebt opgezet. Ja, ik heb daar een project opgezet. En dat was de veiligheid. Dus 3 projectmanagers. 1 over het gedrag. 1 over het procedures. En 1 over het verkeer. En allerlei toestanden op de boerderij van Douw Benelux om het verkeer veiliger te laten lopen. Dus Jantje Lammers uitgenodigd. De wereldkampioen Gerry Kneteman. En van Triviant heb ik ook uitgenodigd, hè, met Tineke Verburger. Oh, ja? En dat was gewoon geweldig, joh. En toen heb ik dus mediatraining gehad. Dus die camera's, dat maakt mij allemaal niet uit. Dus toen heb je al dat infotainen, want daarnet zei je al infotainen. Een kruising tussen entertainen, iets op een leuke manier vertellen, maar ook informatie. Ja, want die informatie is heel belangrijk. Want heel veel nieuws, dat prikkelt de mensen om daarnaar te kijken. En mij dus niet, hè. Ik ben zo gepassioneerd om mensen een podium te geven die bijvoorbeeld een mooie hobby hebben of leuke dingen doen. Maar dat is geen nieuws. Maar Scheldemondig is natuurlijk voor informatie, maar wel op een leuke manier. Ja. En toen kwam daar die dag, jij ging met pensioen. Ja. Nou, jij hebt niet stilgezeten tijdens je nee. pensioen. Vertel. Nee, want ik dacht, dit is het. He, want ik had natuurlijk mediatraining gehad bij Douw en zo. En dan zou ik les gaan geven op Hogeschool Zeeland, maar dat ging niet door, om een of andere reden. En toen zat ik zonder werk.
En, maar wel mijn kinderen de deur uit, mijn vrouw aan het werk. En dan ben ik naar het uitzendbureau gegaan. En die jonge dame die zei daar, je moet naar de seizoenen kijken. En toen ben ik appels en peren gaan plukken. 6 weken aan een stuk. Geweldig. Ja. Tussen de toffe peren en de leuke appels. Ja, en toen zei iemand, waarom word jij geen gids in Hulst? Toen ben ik gids in Hulst geworden. Toen 2 jaar Saaftingen. Toen 2 jaar gidsenteam Zeer-Vlaanderen. En later Brugge, Gent, Antwerpen, heel Zeeland. Brabant kende ik al. En op een gegeven moment, ja, dan komt de televisie om de hoek kijken. En die televisie, ja, daar zitten we nu nou natuurlijk. Ja, hè? Precies, precies. Er is een filmpje over wat jij doet. Die zou ik graag samen met jullie willen kijken. Nou, dan gaan we even genieten. Zullen we even doen? Ja. Welkom in de droomwereld van Innovations Quasi Rust. Mijn naam is Jan Rubbens, woonachtig in Hulst. En ik sta aan het roer van deze feestelijke onderneming. En op uw verzoek leid ik u rond in Vlaanderen, in West-Brabant en in Zeeland. Zo'n rondleiding kan te voet, met de fiets, met een huifkar, met een bus. En u kunt zelfs met mij allemaal de boot in. Als storyteller lever ik gekostumeerd maatwerk. De stadsomroeper, Reinaard de Vos, de komische smokkelaar, de schaapsherde van de Saaftingen en ik geef gastlessen als meester Jan op scholen. Hebt u een evenement in het vooruitzicht? Stuur dan een e-mail naar rubbens@zeelandnet.nl en uw droom komt uit. Beter een aangekleed verhaal en een warm onthaal dan de naakte waarheid. Voor een feest, ter land, ter zee en in de lucht, geeft Jan voor nu... En dan... Gids Jan, voor nu en dan. Jan, je springt daar gewoon in het water. Ja, zal ik daar de oorsprong van vertellen? Ja, doe het wel. Nou, ik ben zo dat ik overal cursussen in volg. En je kunt storytelling cursus volgen in samenwerking van de Hogeschool Zeeland en Hogeschool Brabant. En die heb ik gevolgd. En er was iemand die vertelde het volgende verhaal. Er wonen 2 dames aan de rand van een dorp. De ene heet het verhaal. Een ander heette de waarheid. En die ging strootje trekken wie eerst door het dorp mocht gaan. Nou, dat was de waarheid. Dus de waarheid, die ging door het dorp. Iedereen ging weg, hè? RTV Scheldemond, in mijn eentje op pad. Niemand wilde dat horen, de waarheid. Dus ze kwamen aan de andere kant van het dorp. Ze dacht, ik ben mooi. Dus die kleedde zich uit. Dus die ging bloot door het dorp. De waarheid, ook helemaal niks, hè. En toen ging de waarheid ging door het dorp. En alle luiken gingen open. In mijn eentje op pad erbij. RTV Scheldemond. Ja, overal applaus en zo. En wat is nou de moraal van het verhaal? Beter een mooi verhaal dan de naakte waarheid. Ja. Ja, maar dat heb ik daar geleerd. En dat blijft bij iedereen hangen. Ja. Want als je zo, ja, als een dode diender voor je groep staat... Dan denk je die mensen, ja, we gaan maar naar het restaurant. Dat is ook niet verkeerd, want dat doe ik ook. He, naar het restaurant gaan. Ja. Maar vandaar die Schelde-stories, hè? Ja. Ja. Ja, nou ja, je bent nou al gelijk een verhaal aan het vertellen. Dus het past helemaal bij je, Jan. Jan, je hebt een heleboel meegenomen. Ik weet bijna niet waar ik moet beginnen. Dus ik pak deze. Oh ja. Eens kijken, hoor. Nou, ik ga hem aan jou geven. Ja, dankjewel. Wat die ga ik gelijk vast opzetten. Dus ik ben Jan met de pet, hè? Ja, met de pet. Dus ik heb een hoedemaakster, Corine de Serrière de Birzoumet. En die maakt voor mij al die hoedjes en die kleding op mijn verzoek. En die weet precies wat ik bedoel. Want dit is dus Jan van Gent, hè? Grote vogel. En zo sta ik dus met bijvoorbeeld met een bus uit Brabant. Rijd ik naar Gent. Hè? Die kennen mij goed. Maar als ik dan in de kathedraal ben, dan zet ik die hoed af. Dan zeggen ze, was Jan van Gent? Weet je wel? Ja. En zo werkt dat dan. En dat betekent, als je 40 man achter je hebt, nou die willen wel op die hoed letten. Want er lopen een heleboel gidsen met slierten van 40 mensen erachter. Ik weet niet precies wie bij mijn groep hoort. Ja. De groepsleider, die zeg ik altijd als laatste. En die laat ik ook tellen natuurlijk. Ja. Ja. Dus eigenlijk Schelde-stories in het gebied van Schelde doe ik. Ja, dus dat is Gent. Ja.
Maar dat is ook Antwerpen, begreep ik? Ja, want dan, ik heet Jan Rubens. En de vader van Peter Paul Rubens heet dan ook Jan Rubens. Dus dan verleid ik mensen met zoiets. Hè, dan ben ik heel aangekleed als Rubens. Ja. En ben ik de meester, een meesterwerk van de vader van Peter Paul Rubens. Want vroeger waren die Lucas schilders, dat begon Rubens, eerst als leerling, dan als gezel en dan als meester. Ja. Dus, dan pak ik mijn kwast en dan loop ik naar de mooiste vrouw van het gezelschap. Die doop ik in rood. En dan ga ik naar haar toe en dan zeg ik, oh, je was zo vast aan begonnen met schilderen. Ja, die lippen, hè? Tuurlijk. Ja, precies, ja. En dan gaat het nog verder, want dan krijg je gelijk een bord dat ze de leerling van Rubens is. Kijk, zo. Leerling Rubens, ja. Ja. En dat is ook aan de Schelde. Ja. Ja. Dus je kan daar dus doorgaand of Antwerpen lopen. Jij loopt mee als gids. Jij vertelt over de stad en je maakt dat op een, op een ludieke manier bijna. Maak je dat een heel mooi tocht. Ja. Ja. En dat blijft hangen, want het is gids Jan voor nu en dan. Ja. Want de uitdaging is eerst nu, maar ze komen later terug. Hè? Dus met die mensen die dus met mij in Gent geweest zijn, ook in Antwerpen. En die gaan dan bijvoorbeeld weer naar een ander gebied in het stromingsgebied van de Schelde. Ja. Ja, ja. Wat heb je nog meer allemaal meegenomen? Ja. Ik zie hier Reinaarde Vos. Ja, dat is natuurlijk Van den Vos Reinaarde. Een heel mooi verhaal uit de middeleeuwen. Ik had dat op mijn lijst en mijn Nederlandse leraar die kon dat uitleggen, dat de onhebbelijkheden van mensen geprojecteerd werden in dieren. Een zogenaamde dierenepos. Dus, dan één keer per jaar, op een Sinkse dagen, moesten alle onderdanen van koning Nobel naar het hof komen. En dan werd Reinaarde de Vos beschuldigd van alles wat niet mocht. Dus ik ga dan vaak met zijn vossenkopje door Hulst of door de andere gemeentes in Vlaanderen, die dus ook dat vossenverhaal hebben. Ja. Hey, want het is niet alleen Hulsterloo speelt dat verhaal, maar ook in 11 andere gemeentes. Die hebben zich ook verzameld en om de beurt zijn ze voorzitter. En dan heb ik een bord gemaakt van 21 stukken. En daarmee ga ik naar basisscholen. Dat ik eerst het Reinaarde verhaal vertel. En dan moeten ze echt goed opletten, die leerlingen. Want later moeten ze heel het Reinaarde verhaal in stappen leggen met de puzzel. En dan doen we lekker buiten op de koer, op de speelplaats. Dus jij doet eigenlijk niet alleen gidsen in de buurt, maar je gaat ook naar de mensen toe. Dus in dit geval de scholen bijvoorbeeld. Ja, dus ik heb dat ook in 2008 gedaan. Naar alle scholen in basisscholen in Hulst. Het waren de Nederlandse vestingstedendagen. En dat heb ik dan gedaan als stadsomroeper van Hulst. Want ik ben ook de stadsomroeper van Hulst. En dat geeft natuurlijk ook heel veel rondleidingen. En dat is natuurlijk, je hebt daar een grote bel staan. En die is van een familie moet uit... Moet je eens pakken? Ja. Ja, is die zwaar, hè? Die is heel zwaar. Nou, die is van de laatste stadsomroeper van Hulst. Dus van de familie Stolten. En die mag ik al bij officiële gelegenheden mag ik die gebruiken. Hè? Dus dan doe ik echt dit van... Boeren, burgers en buitenlui van vestingstad Hulst, van het land van Hulst en van heel ver daarbuiten. Aandacht, aandacht. Sophie interviewt nou mij in het Little Theater in Oostburg. Zegt het voor. Als je mee wilt terugzet. Ik zet hem terug. Ja, maar als ik nou een stadsomroep bij in de verzorgingstehuizen, dan doe ik het met dit belletje. En dat is gelijk een opener natuurlijk. En als ik dan jarig ben, dan kan ik al het cadeautje vragen aan mijn kinderen. Hè, van, doe eens iets toepasselijks. Dus dat is de stadsomroeper. In Hulst, maar ook in alle vestingsteden van Nederland. Want dan word ik uitgenodigd als de officiële stadsomroeper van vestingstad Hulst. En ik ben ook lid van de stadsomroepers en dorpsomroepers van Nederland en... De bellenmannen van Vlaanderen. En dat doe ik, ik weet niet hoeveel
klanten op, om het zo maar eens te zeggen, ja. Als omroeper. Maar we zitten hier natuurlijk bij Schaal de Mondig in West-Vlaanderen. Ja. Heb jij in West-Vlaanderen ook wel al eens een gidstour gedaan of verzorgingstehuizen? Nou, dat vanwege corona kan dat nog niet. Nee. Maar ik kan dat natuurlijk wel doen. Maar ik heb wel bij 200 jaar in Vlaanderen de rechterhand van Nienke van der Ploeg. En daar heb ik op alle scholen lesgegeven met een gidsenteam, ook in West-Vlaanderen, over 200 jaar in Vlaanderen. En had ik dus een bord van 1814, toen is Noord-Vlaanderen Zeer-Vlaanderen geworden. Ja. En een bord van 2014 en 2214. En juffrouw Swan, die kwam dan een week naar meester Jan om te vragen of dat ze een opstel wilde schrijven hoe dat de wereld er over 200 jaar eruit ziet. En die finale van die 10 winnaars is hier in het Lelon Theater geweest. En ik heb natuurlijk veel met de gemeente Sluis, hè? Met de stadsomroepen van Sluis. Ja. Hè? Met de opa van de huidige, heel vaak opgetreden en nu met de huidige natuurlijk. Ja. Ja, ja. En hoe lang zit je eigenlijk al bij Schaal de Mondig, bij dit programma? Ik heb een samenvatting gemaakt van 5 jaar Schaal de Mondig met, als presentator. Maar ook in mijn eentje op pad natuurlijk. Hè? Oh, hè? Ja. Dus met dat blauwe eentje, hè. En Jean-Pierre Baselier, dat is ook de cameraman hier aanwezig. En dan rijden wij naar iemand toe. Ja, bijvoorbeeld in Die. Verstaan je dat? Ja, ik kom van hier. Ja. En dat was de orgelman. En ik had de orgelman de pak van de orgelman van Hulst aangetrokken. En zo doen we. Ja. En naast dat autootje staat ook iets heel moois. Ja. Nou, dat is wel een heel bijzonder verhaal, Jan. Die wil ik echt nog even horen. Nou, dit is een mosselschelp. Want in corona heb ik dus heel veel televisieoptredens gedaan. Vanwege dat er minder rondleidingen waren. Maar ik speel ook in films mee of ik werk er al mee. Dus Reno Maanhout, hier ook een cameraman van. Die had een prijs gewonnen en die heb ik geholpen als runner in de film. Ja. Verborgen, zo heet die film. Die speelt zich af in West-Vlaanderen. En Reno, die mocht dus een film maken. Maar dan rol je eigenlijk in die filmwereld. Dus ik heb meegeholpen De Fantast te maken in Arnhem. Ja. En iemand studeert daarop af op de filmacademie in Utrecht. Maar deze schelp heb ik van Jenna Kips gekregen. Want Jenna heeft mij gevraagd als co-producer van Friet met Mossels. Ja, en de speels... Friet met Mossels. Ja. En de frieten zijn de Belgen, de Vlamingen, en de mossels zijn de Zeeuwen. En ik heb daar opgetreden als pastoor. En dan doe ik een pastoorspak aan. En dan gaat deze niet op mijn hoofd, maar op zo'n grote schelp binnenkort te zien. Want Jenna heeft ook hier gezeten voor een interview. En zo werkt dat een beetje. Ja, dus dat is het verhaal van de schelp. En iedereen die eraan meewerkt, die krijgt zo'n mooie schelp. Ja. Dus, infotainment aan de Schelde, passie voor verhalen aan de Schelde, van Gent tot zelfs de Oosterschelde, film, tours en op locatie. Verhalen vertellen doe jij graag en dat doe je goed, Jan. Echt waar. Laten we de kijkers bedanken voor deze avond. Gaan we doen. Deze dag. Jan, heb jij nog een laatste woord? Ja, ik nodig iedereen uit om een mailtje te sturen naar rubbens@zeelandnet.nl. En dan kun je gewoon mijn visitekaartje vinden en noem maar op. En ik wil jou natuurlijk eigenlijk bedanken. Want het valt niet mee hoor. Om die Jan uit Gent en uit Antwerpen. En succes met jouw Scheldestoren. Dankjewel. Okay. Dankjewel. Jullie hebben het gehoord. Je kunt altijd een mailtje sturen naar rubbens@zeelandnet.nl om contact op te nemen met Jan voor de gids. Voor nu en dan. Dank jullie wel. Ja.